Ik ben Esra, ik ben 19 jaar oud. Ik ben eigenlijk Syrisch, maar ik ben opgegroeid in Libanon. En ik ben nu 3,5 jaar in Nederland. Ik ben vandaag mijn schilderij aan het ophangen. Met elke schilderij heb ik een boodschap ermee. Ik doe niet alleen maar zomaar schilderen. Ik wil ook wat daarmee iets betekenen. Dus hier kan ik zeggen van, don't judge a book by its cover. Dus niet iets over andere mensen zeggen bij zijn uiterlijk. Want dat kan zijn dat ze niet zo knapper uitzien of niet zo mooi zijn, maar wel een hele mooie of interessante karakter hebben. Ik vond het altijd leuk. Toen ik jong was, wel een andere manier van schilderen, maar nu wel expressionisme. Ik vond het gewoon leuk. Ik doe het ook al vaak als een hobby. Ik dacht nooit dat ik ooit een expositie zou organiseren. Maar ja, nu wel. Ik had wel met motivatie van mijn ouders, van mensen die mijn schilderij al hebben gezien. Ik was echt gemotiveerd van Esther, doe het. Je kunt het wel doen. En nu ben ik aan het doen. Ik zit ook bij Project Met, en dat is een maatschappelijk ervaringstijdproject. Dat is een project om andere jongeren te helpen zijn eigen talenten in maatschappelijk projecten in te zetten. Dus door Met ben ik hier terecht gekomen en ik vroeg of ik hier mijn tentoonstelling of hier mijn schilderij mag tonen. En ik mocht het wel en ja, nu ben ik aan de slag. Bij deze schilderij kun je zien dat de hand kan bepalen wat de vogel gaat doen. Dus hier kan ik zeggen, never become a puppet for other people's opinion. Als je geen plan hebt voor je eigen leven, word je ingezet in andermans plannen. En dat gebeurt echt vaak. Dat mensen of doen hoe andere mensen doen, of doen wat andere mensen willen. En wat ik denk, is dat je gewoon moet doen wat je zelf fijn vindt of wat je liever wilt. En dat is eigenlijk de boodschap hierachter. Hier, ik heb ook een andere expositie, eind mei, bij het gemeentehuis in Os. En ja, ik zou wel door willen gaan met het tentoonstellingen.